Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. In den Niederlanden sind wir heute am Freitagabend wieder im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News zu hören auf dem Relais PI3UTR auf 145,575 MHz. Da werden der Ostsee- und auch der Deutschlandrundspruch landesweit ausgestrahlt. PI3UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in Eiselstein in der Nähe von Utrecht. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten, in der Karibik und auch in Kanada, die uns via Echolink auf PI3UTR zuhören. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. It's the Internet of Things that should not be connected to the Internet in the first place. The following program contains strong language throughout. Die Lodewijk, die kan er ook wat van, hè? Ja, als die eenmaal zijn stokpaardje bereidt, dan weet hij ook van geen ophouden. Maar vlak PD4ROB ook niet uit hoor, die kan er ook wat van. Nou, die valt echt wel mee hoor. Weet je wie er ook wat van kan? Nou? ON3JVB, Jurgen, die heeft niet eens een onderwerp nodig om veel te snel de mic in te drukken. Ja, echt wel. En Piet AKL. Ja, die ook. Wat een rare snuiters toch die amateurs. Nou, dat valt toch wel mee? Het zijn gewoon mensen. Ja, maar wel enigszins vreemde en vaak heel eigenwijze mensen. Ja, dat dan weer wel. Goedenavond, vandaag een heel kort intro. Dit is de lange uitzending van PA00 News en de Daily Minutes. Met herhaling van de Daily Minutes van de afgelopen 5 dagen. En daarna Engelstalig nieuws en Duitsstalig nieuws. En wie weet zit daar nog wat tussenin, maar helemaal zeker is dat niet. Nou, we gaan snel beginnen. Buya no 私は金曜日の夜に PA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 14 maart 2016. Dus het bulletin van maandag. Deze week nog geen data of SSTV bij de uitzending, wel morse, maar dat kan eventueel een herhaling zijn. Agentschap Telecom kondigt vandaag vervolgonderzoek aan naar die Internet of Things. In één oogopslag via sensoren zien waar een parkeerplaats vrij is in de stad. Straatlantaarns die doorgeven hoe druk het is en een seintje geven als ze kapot zijn. Je verwarming alvast aanzetten via je smartphone. Zo schrijft agentschaptelecom.nl. Het zijn voorbeelden van het Internet of Things, het internet der dingen. Voorwerpen op locaties die met elkaar communiceren. Vaak kunnen bedrijven en consumenten geld besparen door de inzet van het IoT. Processen worden efficiënter en er komen meer diensten voor burgers. Bijvoorbeeld als je een parkeerplaats zoekt op een drukke zaterdag. Agentschap Telecom laat onderzoek doen naar spectrumgebruik en de ontwikkeling van IoT. Met het onderzoek willen we een aantal resultaten van eerder onderzoek uitdiepen, zegt Gerard Kuipers, adviseur strategie bij Agentschap Telecom. Vorig jaar heeft het ministerie van Economische Zaken onderzocht wat het Internet of Things voor Nederland betekent. Zo bleek onder meer dat er in 2020 naar schatting 240 miljoen apparaten data uitwisselen en communiceren. Via internet, via smartphones, met mensen en met elkaar overal zien we de toepassingen groeien voor persoonlijk gemak, maar ook voor bijvoorbeeld veiliger verkeer of betere zorg. Al die communicerende apparaten hebben gevolgen voor het spectrumgebruik, zo legt Kuipers uit. Dat wil zeggen de beschikbaarheid van frequenties waarop de apparaten communiceren. We verwachten daar schaarste en daar willen we meer inzicht in hebben. Kloppen die verwachtingen? Kunnen we alvast op de toekomst anticiperen?
Door dit vervolgonderzoek willen we op deze vragen antwoord krijgen. Aldus agentschaptelecom.nl. En meer informatie is ook te vinden op die website. Momenteel wordt Internet of Things nogal bekritiseerd doordat een aantal toepassingen toch wel redelijk matig beveiligd zijn. Toepassingen voor die Internet of Things. En het is tot nog toe dus ook maar al te vaak. The Internet of Things, that should not be connected to the Internet in the first place. Het maandelijkse rapport van de IARO MS, het IARO Monitoring System, in de versie van februari is uit. Veel zaken waar dit rapport over gaat komen uit Rusland. En zo ook het eerste dat genoemd wordt, een MFK 16 signaal op 10 MHz in de amateurband dat vanuit Moskou kwam. Geen amateur en het doel van de uitzending was onbekend. En natuurlijk heeft Australië ook een over de horizon radar. Op 27 februari zat dit radar het plezier van de aanwezige amateurs op 10.129 te vergallen. Met 4 kHz bandbreedte is dit een wat vriendelijker OTH, maar de 10 MHz amateurband is daarentegen maar 50 kHz breed. Het signaal bezette daardoor toch zo'n 4% van deze amateurband, terwijl het langzaam in frequentie verschoof. Hetzelfde radarsysteem is ook in de 15 meter band te horen. Ja, Russische militairen hebben kennelijk een voorkeur voor onze banden. Vooral de OTH's, de over de horizon radars, zijn hinderlijk. In de hele 80 meter band komt dat soort storing van 50 kHz breed voor van de Russen. En tussen 7 en 7.1 zit een ander Russisch radar met 13 kHz bandbreedte. Op 5 MHz luistert IARO MS niet, maar behalve op 160 en op 10 meter waren de Russische militaire signalen verder in al onze korte golfbanden present. Ja, en andere radarsystemen uit verschillende andere landen waren op alle banden tussen 7 en 29,7 MHz in februari aanwezig. Namelijk vanaf Cyprus bijvoorbeeld en uit China en Turkije. Visserijbakens waren er zoals gewoonlijk ook weer op 10 meter. En illegale vissers uit met name Europa, Afrika en Brazilië waren er op 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz en 21 MHz. Verder waren er twee hinderlijke omroepstations op 7120 uit Somalië en op 7200, 7,200, met de helft van het signaal en splatter in de amateurband vanuit Taiwan en gestoord met veel splatter vanuit China. Komen we nu toe aan deel 5 van de historie over de zendamateur hobby. Er is een eigen serie op basis van onder andere Wikipedia, maar ik betrek daar ook een aantal andere bronnen bij. Een hoop eigen kennis met boeken die ik heb en ik google er ook nog wel wat bij langs. Ja, vrijdag was er iemand die vroeg of SSB niet een Collins patent was. Ik heb dat even opgezocht. Het eerste patent in de VS voor SSB modulatie is toegekend op 1 december 1915 aan ene John Renshaw Carson. Carson, die eerder docent was bij MIT en Princeton, werkte op dat moment voor AT&T. In 1922 publiceerde Carson ook de wiskundige onderbouwing voor FM, inclusief de zogenaamde Carson Bandwidth Rule, de Carson bandbreedteregel, waarmee de bandbreedte van een FM-signaal in telecommunicatiesystemen kan worden berekend. De Amerikaanse marine experimenteerde voor het begin van de Eerste Wereldoorlog met SSB. De eerste keer dat de modulatie commercieel gebruikt werd, was bij een telefoonverbinding op de Lange Golf op 7 januari 1927. SSB werd daarnaast gebruikt in lange afstandstelefoonlijnen via draden dus als onderdeel van een techniek voor frequency division multiplexing al in de jaren 30. Amateurs begonnen na de Tweede Wereldoorlog serieus met SSB te experimenteren. Dat wekte de interesse van de Strategic Air Command in de VS die in 1957 SSB voor de communicatie van hun vliegtuigen tot standaard maakte. Die laatste beslissing is waarschijnlijk weer de aanleiding dat SSB nu voor de meeste korte golfverbindingen amateur of professioneel gebruikt wordt. We gaan nu naar waar we gebleven waren, de historie tussen de beide wereldoorlogen. De amateurs zijn internationaal altijd heel goed georganiseerd geweest. Om die reden kregen de amateurs ook voor elkaar dat er internationaal erkenning was. Een belangrijke mijlpaal in deze was de oprichting van de IARO in 1925. IARO is een internationale organisatie van amateurverenigingen. Per land is één amateurvereniging lid. Sinds de conferentie in 1927, waar ook de eerste amateurbanden en de amateurroepnamen werden vastgesteld, doen de amateurs ook mee aan internationale radioconferenties en geldt de amateurdienst als een gelijkwaardige radiodienst, gelijkwaardig aan andere ethergebruikers. De eerste keer dat amateurs in een wet genoemd werden, dat was in 1904 in Engeland. Ik heb nog niet precies kunnen vinden hoe dat in Nederland ging. In Nederland werd in 1905 de Telegraaf- en Telefoonwet van kracht, die in Nederland alle verkeer via de radio en ook een deel van het verkeer via kabels aan banden legde. Vanaf dat moment was in Nederland voor iedere zender een vergunning nodig. Ook luisteramateurs vielen onder de vergunningplicht. In 1913 was het de bekende radiopionier Jan Korver bekend van het Radioamateurmuseum, die aan minister Lely demonstreerde hoe eenvoudig het was om de radiosignalen uit de lucht te plukken.
Dat leidde er vervolgens toe dat in het voorjaar van 1914 werd besloten dat de vergunning voor luisteramateurs vanaf dat moment in Nederland gratis zou zijn. Alleen als een luisterantenne minder dan 1500 meter vanaf een Rijkskuststation geplaatst was of als hij hoger was dan 30 meter was een vergunning nodig. De vrijstelling duurde echter niet heel lang. In 1917 kwam er weer een algeheel verbod vanwege de Eerste Wereldoorlog. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 maart 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag geen nieuws, maar een extra lange aflevering van de historie van onze zendhobby in Nederland en daarbuiten. Gisteren was er overigens, wat ik erg leuk vind, een reactie op de listener call in van Fons. Die reactie kwam helaas te laat, want de uitzending die was gisteren al klaar. Maar vandaag zit hij aan het eind van de uitzending. Het nummer van de listener call in is 033-457-0711. 033-457-0711. Ja, de serie De Historie van onze zendamateur hobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites. Vandaag deel 6 van deze serie, die wat dieper ingaat op het leven van Jan Korver, in Nederland een van de grondleggers van onze hobby. De volgende tekst die ik als onderdeel van de serie over de historie van het zendamateurisme gebruik, is grotendeels afkomstig van de site van het Instituut Beeld en Geluid. De tekst is enigszins herschreven en op diverse plekken door mij aangevuld. Jan Korver bezocht na de middelbare school de zeevaartschool. Hij ging echter niet de richting van de zeevaart uit, maar werd in 1897 journalist bij de Leeuwarden Courant. Zijn werkterrein bestond daaruit het verslaan van rechtbankzaken en vergaderingen van de gemeenteraden en de Staten-Generaal. In 1908 werd Korver redacteur bij de tachygrafische inrichting van de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Deze dienst had tot taak om de discussies van de vergadering van de Tweede Kamer samen te vatten in een kort verslag. Dit verslag verscheen in die tijd nog dezelfde dag in druk en werd aan abonnees toegestuurd. De dienst werd overigens in 1924 wegens bezuinigingen opgeheven. Korver was toen inmiddels directeur geworden en eindigde zijn dienstverband met een wachtgeldregeling en een onderscheiding, ridder in de orde van Oranje-Nassau. Korver, die dan in Den Haag woont, voelt zich aangetrokken tot de natuurwetenschappen en hij wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, vereniging nog met twee E's. De afdeling Schraven, Hagen en Omstreken omvat 17-tal actieve leden, die noemen zich de lustige meteorologen, waaronder de latere PTT-ingenieur en radioamateur van het eerste uur, A.H. de Voogd, Voogd met een T. Korver raakte daar gebiologeerd door de Morse-telegrafie. Hij legde zich samen met een klein groepje geestverwanten toe op het construeren van ontvangstapparaten voor draadloze telegrafie. In het kerstnummer van het weekblad Panorama, dat toen al bestond, van 1913, schrijft Korver een artikel over de bereikte resultaten. Het artikel levert een groot aantal reacties op van amateurs uit het hele land. Kenmerkend is dat deze meestal maatschappelijk goed gesitueerde amateurs alle benodigde apparatuur en antennes zelf maken. Ze gebruikten daarvoor in de regel alledaagse materialen, zoals gordijnroeden, dassenknijpers, bezemstelen, fietsbinnenbanden, etc. Aangemoedigd door dit succes schreef Korver in 1915 zijn eerste radioboek, Het draadloos ontvangststation voor den amateur. Gedurende de periode 1914 tot en met 1915 verzorgde hij de rubriek draadloze telegrafie in het verenigingstijdschrift Hemel en Dampkring.
Tot het eind van 1919 betekent de ontvangst van draadloze signalen het luisteren naar morsetekens. In Den Haag is een groepje dat zich bekwaamt in het sounderen, dat wil zeggen het op het gehoor opnemen van morsetekens, zoals dat toen heette. Leden van het groepje naast Korver zijn L.A. Bakhuis, die is referendaris van het ministerie der koloniën, T.E.W. Domseler, dat is een oud zeeofficier, F.A. Koch, een architect, O.P. Koch, en die is de tandarts van Haar Majesteit Koningin Wilhelmina, en verder de bekende Hanso Henricus Schotanus A. Steringa Itzerda, een fabrikant die in Nederland beschouwd wordt als de grondlegger en uitvinder van de radioomroep. Laatstgenoemde fungeert als voorzijner. Door de groep amateurs uit Den Haag werden draadloze communicatieproeven over afstanden van enkele kilometers met kleine transportabele zendontvangertjes uitgevoerd in het vrije veld. In de weekenden brengt een Hubmobile, een Amerikaans automerk dat tussen 1909 en 1941 bestond, met het kenteken H4227, de deelnemers diep in de duinen bij Den Haag of tijdens vakanties naar de Veluwe. Daar werd dan gekampeerd. De experimenten betreffen onder andere de richtwerking van lange over de grond uitgelegde draadantennes. Een opmerkelijk clublid is overigens mevrouw D.C. Koch Lebret, een in scène bedreven dame, zoals er tussen aanhalingstekens staat. De eerder genoemde Itzerda heeft in de tijd een radiotechnisch bedrijf. Begin 1916 ontwerpt en levert hij aan de militaire autoriteiten een richtingszoeker. Hiermee kunnen, terwijl de Eerste Wereldoorlog om Nederland heen woedt, langs de kust passerende Duitse zeppelins worden getraceerd. Deze productie leidt tot een contract met de Rotterdamse bankier en radioamateur Veder en het tot stand komen op 19 maart 1916 van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie, de NVVR. En dat is een voorloper van de VERON. Dat wil zeggen één van de verenigingen die na de oorlog in de VERON opging. Deze vereniging omvatte zowel zendamateurs als professionele radiotechnici. Korver is tot 1918 secretaris van de NVVR. De vereniging vindt voor haar publicaties voorlopig onderdak bij het Maandblad voor Telegrafie en Telefonie. Korver publiceert hierin een aantal radiotechnische artikelen. In 1918 krijgt de NVVR haar eigen maandelijkse tijdschrift Radionieuws. Korver is van 1918 tot 1935 redacteur van dit blad. Op 6 november 1919 zendt collega en radioamateur Hanso Itzerda vanuit een geïmproviseerde studio in Den Haag een radioprogramma uit. Dat is een Europese en een wereldprimeur. Van tevoren heeft hij in de nieuwe Rotterdamse Courant, de NRC, het muziekprogramma aangekondigd. De groep van luisteraars naar de PCGG-zender, die die programma's uitzendt, wordt gevormd door een duizendtal radioamateurs. Het unieke van de uitzendingen van Steringa Itzerda was dat het een uitzending op een geregeld tijdstip betrof en dat bovendien van tevoren werd aangekondigd. Dat is bij andere radiopioniers vaak niet in zijn geheel het geval. In de periode van 1917 tot en met 1922 gaf Jan Korver lezingen met demonstraties voor plaatselijke afdelingen van de NVVR. En dat wil zeggen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen en Beverwijk. De apparatuur hiervoor werd door hemzelf gebouwd en het waren destijds geen kleine apparaten. Ze werden per trein naar de lezingen vervoerd. Groot succes boekt Korver met de demonstraties van het radiotelefoniesysteem van Itzerda. Zender en ontvanger werken beide met een raamantenne en staan in dezelfde zaal opgesteld. En als het mogelijk is, wordt bij de demonstraties ook de ontvangst van de PCCG-uitzendingen vanuit Den Haag ten horen gebracht. In maart 1923 verschijnt het weekblad Radio Express, de sneldienst van Radio Nieuws. Korver blijft tot 1948 als redacteur verbonden aan dit blad. Radio Express, RE, volgt de ontwikkeling van de radiotechniek op de voet en verwerft zich de reputatie van grote betrouwbaarheid. Het aan het blad verbonden RE-laboratorium is hiervoor de basis. Korver en enkele medewerkers beproeven hier de in RE te publiceren schakelingen. De radiolaboratoriumapparatuur hiervoor is grotendeels zelfbouw op basis van afgedankte radioontvangers van de eerste generatie. Tijdens de in de jaren 30 heersende economische malaise wordt het zelfbouwen van radio's voor velen een bittere noodzaak. Radio Express voorziet in de hiervoor benodigde kennis. Korvers demonstratie voor de Nederlandse Dagbladpers in juli 1930 van de ontvangst van experimentele televisiebeelden uit Engeland vormt ongetwijfeld het grote hoogtepunt in de bestaansduur van het blad. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't.
Bel 033-457-0711 als je ook in de uitzending wilt. Je belt nu met de listener call-in van de Daily Minutes NPA 00 News. Je kunt hier bericht kwijt dat eventueel rechtstreeks in de uitzending kan worden uitgezonden. Het nummer is 033-457-0711. 457-0711. Met Fons uit Amstelveen. Ik ben een luisteraar via de wereld, maar ik luister elke dag naar jouw 13 Minutes. Nou, ik vind het fantastisch. En ik zou zeggen, hey John, ga zo door BNL ETE met je goede uitzendingen die ik elke avond beluister. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 16 maart 2016. Dit is het beeld van woensdag. We beginnen met wat kort nieuws. Hobbyscoop.nl meldt dat PI6 ATV Fiber Optics als transportmedium gebruikt. Ja, maak je geen zorgen. Het amateurrelais is niet vanaf nu alleen nog via de digitale kabel te bekijken. De fiber optics zijn een manier om te voorkomen dat golfpijpen of coaxkabels voor zoveel verlies tussen de hoge antennes en de rest van de apparatuur zorgen dat er van het relais niet veel meer terechtkomt. Een leuke innovatie die bij amateurs niet zo heel vaak ziet. Prinses Joan van de micronatie Sealand is overleden, zo meldt Southgatearc.org op basis van de website van de BBC. Prinses Joan was weduwe van prins Roy en was 86 jaar oud. Een link naar het artikel op de BBC-site is als het lukt zo dadelijk te vinden op www.pnlete.nl. Niet zo heel opvallend, je moet er echt naar zoeken, maar Agentschap Telecom plaatst sinds een tijdje aan het begin van iedere maand een nieuw overzicht van ATOFs, van repeaters, bakens en andere experimenten waar je een vergunning voor nodig hebt. Het meest recente overzicht is van 1 maart. Het is op agentschaptelecom.nl te vinden als je in het rode menu ergens in het midden op radiozendamateurs klikt en vervolgens rechts onder meer informatie op onbemand frequentiegebruik. Dan zijn er vervolgens rechts 2 downloads. De onderste daarvan is een Excel-bestand met de ATOFs. Ja, komend weekend verschijnt weer het Decars magazine. Een sneak preview van dat nummer is momenteel al te vinden op www.hamnieuws.nl. Ja, dan nu even een kort stukje opinie van deze redacteur. RF Finder breidt alsmaar uit. RF Finder is een site en een app die wereldwijd repeatergegevens aanbiedt. Dat wil zeggen tegen betaling. Ik ben een klein beetje dubbel over het initiatief. Enerzijds vind ik dat de gegevens gewoon openbaar moeten zijn. Aan de andere kant betaalt de site de amateurgemeenschap ook weer terug. Onder andere ARRL en RSDB zijn overgegaan om hun gegevens over te dragen aan RF Finder, omdat die site beide verenigingen daarvoor wil sponsoren. Ook besef ik heel goed hoe verschrikkelijk veel werk het bijhouden en vooral actueel houden van dergelijke lijsten is. Ik ben er nog niet uit. Misschien is het iets voor zendamateur.com om daar een enquête te houden. Wat zou jij vinden dat de wereld moet doen als RF Finder aan de vereniging vraagt om uit haar naam de repeaterlijsten bij te houden, waarna amateurs alleen nog tegen betaling bij RF Finder die gegevens kunnen inzien? Vandaag deel 7 van de historie van onze zendhobby en daarna morsen. De serie De Historie van onze zendamateur hobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites. In 1940 breekt opnieuw een belangrijke periode aan voor het Nederlandse radioamateurisme. Er is grote behoefte aan kennis omdat het door de Duitse bezetter door middel van een luisterverbod door stoorzenders en vanaf 1943 de verplichte radiotoestelinlevering geblokkeerde oorlogsnieuws van Radio Oranje te kunnen beluisteren. Ook tijdens de bezetting blijven onder Korvers verantwoordelijkheid artikelen in Radio Express verschijnen. Artikelen waarin behoedzaam onder andere het zelf bouwen van toestelletjes voor het beluisteren van Radio Oranje op de Korte Golf en kristalontvangers die waren belangrijk tijdens de stroomloze periode aan het eind van de bezetting wordt besproken. Radio Express krijgt aan het eind van 1943 een verschijningsverbod opgelegd. Het blad verschijnt pas weer in augustus van 1945. Na de oorlog blijft Korver nog enige tijd journalistiek medewerker van het tijdschrift voor radiotechniek Rens en Rens. Korver is een fervent voorstander van een politiek en religieus neutrale radioomroep. In dit kader vervult hij tussen 1928 en 1953 een aantal bestuursfuncties bij de AVRO, laatstelijk als algemeen secretaris. Korver is daarnaast van 1930 tot 1934 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Radioamateurisme en een tijdlang bestuurslid van het wetenschappelijk radiofonds VEDER. Tot zijn overlijden vertegenwoordigt hij de AVRO tevens in de Raad van Beheer van de NOSEMA. Het is bijzonder hoe in de vooroorlogse periode de radioomroep en het zendamateurisme nauw met elkaar zijn verweven. Dat geldt met name voor de omroepen AVRO en VARA.
Zelf ben ik vermoedelijk voor het eerst met het radiovirus besmet geraakt door de wekelijkse columns van AVRO-oprichter Willem Vocht in de AVRO-bode in de jaren 60 en begin jaren 70. Die columns, van één kolom breed, gingen niet alleen over het begin van de radioomroep en over zendamateurisme uit de begintijd, maar ook over astronomie, zwarte gaten en verafgelegen sterrenstelsels. Als tiener smulde ik werkelijk van die columns. De technische nalatenschap van Jan Korver omvat een 100-tal objecten van wetenschappelijk en historisch belang. Deze vormen de zogenaamde Korver-collectie en maken deel uit van de historische collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De collectie staat, nog steeds opgesteld, op de experimenteertafels van het RE-laboratorium in het depot van het Instituut voor Beeld en Geluid. Deze collectie is al eerder uitgebreid onderzocht en beschreven. Tijdens deze research, die zich over een tiental jaren uitstrekt, maakt de enorme hoeveelheid werk die Korver heeft verzet en de accuratesse en het niveau waarmee hij dit heeft gedaan, diepe indruk. Zaken van Jan Korver die nu het bezit zijn van beeld en geluid zijn onder andere het draadloos ontvangststation voor Den Radioamateur, Den Haag 1915. Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie, derde druk Den Haag 1922. Het draadloos zendstation voor Den Amateur, telegrafie en telefonie, tweede druk Den Haag 1923. Het draadloos amateurstation voor de ontvangst van telegrafie en telefonie, delen 1 en 2, achtste druk in 1928. Het superheterodyneboek Den Haag 1936, radioontvangtechniek Den Haag 1939 en radio door zelfdoen Bussum 1946. Amateurs speelden een belangrijke rol in het verzet. Diverse lieten tijdens de oorlog het leven. Ik ga in dit gedeelte van de historie hier niet zo heel diep op in. Misschien later in dit item nog, maar bijvoorbeeld de hiervoor genoemde Steringa Itzeda, de grondlegger van de omroepuitzendingen, was ook in het verzet actief. Tragisch genoeg was het zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid, waardoor hij het leven liet voor een Duits vuurpeloton. In november 1944 ging Itzeda in Wassenaar op zoek naar de restanten van een bij de lancering ontplofte V2-raket die daar vandaan in die periode werd afgevuurd. Hij werd daarbij betrapt, maar werd door de Duitse legerpatrouille die dat deed gewoon weggestuurd. Itzeda kon zijn nieuwsgierigheid echter niet bedwingen en werd later opnieuw door dezelfde patrouille opgepakt. En omdat hij op dat moment restanten van de raket in zijn bezit had, dachten de Duitse militairen dat hij een spion was. Enkele weken later werd hij doodgeschoten. In de meeste landen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog onze hobby verboden. Dat was ook in Nederland onder de bezetter uiteraard het geval. In Duitsland konden vanaf 1924 verenigingen een experimenteervergunning krijgen. Individuele amateurs kregen geen vergunning en dat leidde ertoe dat de meeste amateurs in die tijd als illegale amateur opereerden. Daar kwam nog bij dat AM in die tijd steeds populairder werd, maar de verenigingsvergunningen die stonden alleen morsetelegrafie toe. In 1933, hetzelfde jaar dat ook Hitler aan de macht kwam, werd het in Duitsland ook mogelijk om zogenaamde zendvergunningen voor radiovrienden te krijgen. Vergunningen dus voor personen. Dat aantal groeide in de jaren daarop uit tot 600 in het jaar 1939. Ik heb dat niet met zekerheid kunnen achterhalen, maar vrijwel zeker werden die vergunningen aan het begin van de oorlog ingetrokken. In elk geval werden er in 1939, vanaf het begin van de oorlog in Duitsland dus, zogenaamde Kriegsfunksendegenehmigungen uitgegeven. Amateurvergunningen tijdens oorlogstijd dus. Ik had daar nog niet eerder van gehoord. Het waren er niet veel. Aan het einde van de oorlog waren er 100 van deze Kriegsfunksendegenehmigungen. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Ken jij misschien PA5ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping 's avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Dit is een enigszins schorre Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. En het is 17 maart 2016, dus bulletin van donderdag.
Vandaag heb ik iets wat ik al een keer eerder uitgezonden heb. Ik denk echter dat heel veel mensen het nog niet gehoord hebben. En sterker nog, het is waarschijnlijk ook leuk om het nog een keer te horen. Het betreft een stukje van een uitzending van het programma Hobby's Koop uit 1978. Is Hobby's Koop, een projectie van elektronica, wetenschap en hobby in stereo. Goedenavond allemaal. Nu dat grote nieuws, gaat u er even voor zitten. Philips heeft namelijk een 11 centimeter geel plaatje ontwikkeld dat in de jaren 80 misschien de grammofoonplaat zal gaan verdringen en wellicht ook de muziekcassette. Ze noemen het plaatje compact disc en het is regelrecht afgeleid van de videoplaat. De geluidskwaliteit en kanaalscheiding van meer dan twee kanalen trouwens, denk even aan quadrafonie, is vele malen beter dan die van de huidige plaat. Stof, vingerafdrukken, jengel, dreun en plaatslijtage behoren nu tot het verleden. De compact disc zal een signaalruisafstand en dus een dynamiek van 85 decibel mogelijk maken over het hele hoorbare gebied. De plaat zal ondanks zijn 11 centimeter een speelduur van een uur hebben. De afleiding van de videoplaat zal met bobbeltjes en kuiltjes beschreven zijn. De audioinformatie ligt vast in pulscodemodulatie, digitaal in een 14-bits lineaire pulscode. Het aftasten van het plaatje geschiet optisch met behulp van een korte opneemarm waarin een kleine halfgeleider laser is gemonteerd. Het plaatje wordt slechts eenzijdig van informatie voorzien, maar dat is geen probleem gezien de speelduur van een uur. Philips denkt de afspeelapparatuur voor dat schijfje in de 80e jaren op de markt te brengen voor een prijs die vergelijkbaar is met de bestaande high fidelity platenspelers van nu. Dan gaan we nu beginnen met de derde aflevering in de serie over de radiocontroledienst van de PTT. Hans Jansen was dit keer nogal geïnteresseerd in de Neder-Horstenberg-radio. U noemt zichzelf een monitoringstation. Wat houdt dat eigenlijk in? Het observeren van de frequentiebanden beneden de 30 megahertz. Toezien of die banden gebruikt worden volgens het eigenlijke gebruik en het eventueel gericht luisteren naar het oneigenlijke gebruik van stations in bepaalde banden die toegewezen zijn aan bepaalde dienst. Dan moet u me even uitleggen wat oneigenlijk gebruik is van banden. Er zijn bijvoorbeeld beneden de 30 MC verschillende banden die toegewezen zijn aan het maritieme mobiele verkeer, dus waarin schepen en kuststations opereren en correspondentie voeren met elkaar. Die zijn exclusief toegewezen aan dat verkeer. En onze taak is het bijvoorbeeld om na te gaan of daar ook, laten we zeggen, clandestine omroepstations in zitten of buitenlandse omroepstations in zitten. Dus stations die geen gebruik mogen maken van die maritieme mobiele dienst. Maar als u nou een zender niet kunt herkennen, bijvoorbeeld omdat die wartaal versluierde gegevens uitzendt? Dan trachten we eerst door middel van het signaal, signaalanalyse hier vast te stellen wat voor soort systeem het is. En mocht dat niet lukken, dan proberen we door middel van peilingen vast te stellen in welke omgeving zo'n zender zich bevindt en kunnen, indien de storing ernstig genoeg is, daarna contact opnemen met de desbetreffende administratie waartoe dat station behoort. En als het nou technisch een heel ingewikkeld of nieuw systeem is, wat dan? Dan trachten we nog altijd, proberen wij zoveel mogelijk dat zelf achter de nieuwigheid te komen. Wat is dit voor een zender, meneer Van Hengst? U hoort hier een piccolo-systeem, wat zover wij weten in gebruik is, veel gebruik van wordt gemaakt in Engeland.
waarvoor wij zelf geen demodulatieapparatuur hebben. En in zulke gevallen, om vast te stellen waar deze zender vandaan komt, wordt gebruik gemaakt van radiopeilingen. En door onze contacten met onze Engelse collega's, eventueel de hulp van hen, om erachter te komen welke zender dat is. U kunt het niet demoduleren? Nee, dit is voor ons onmogelijk. U weet wel dat elk fluitje een letter is of iets dergelijks? Ja, een combinatie van tonen is dus vertegenwoordigd tussen een letter van het alfabet. Zoekt u eens een andere zender op. Wat is dit nu? Wat u hier hoort, dat is een samengesteld systeem. Dat is een zijbandzender die met in een van de zijbanden een aantal kanalen FSK-printers gebruikt. En vermoedelijk aan het andere kanaal een spraakkanaal heeft waarop telefonie gegeven wordt. Maar dat weet u nog niet zeker? Dat weet ik nog niet zeker, maar met behulp dus van mijn meetontvanger zal ik trachten om dat verstaanbaar te maken. Gebruik maken tegelijkertijd van de spectrum analyzer die ingebouwd is in mijn meetontvanger, waardoor ik behalve het signaal te horen krijg, het ook nog kan zien. Hetgeen bij mij dus mijn afstemming vergemakkelijkt. Ik zal eens trachten om... Ja, dat is zo'n scoopje, hè? Een scoopje, ja. Ik zal eens trachten om het systeem uit elkaar te halen. Eén moment. Het klinkt heel rommelig. Het klinkt nog steeds heel rommelig, maar ik heb nu de zender zo goed mogelijk afgestemd. Mijn ontvanger die houdt op het ogenblik de frequentie vast met een automatische frequentiecontrole. En nu zal ik door gebruikmaking van de verschillende filters in mijn ontvanger de twee zijbanden trachten te scheiden. Eén moment. Ja. Wat u nu hoort, dat is de benedenband die deze zender gebruikt, waarin zo'n 12-tal FSK-printersignalen zitten. En nu zal ik trachten... Wat zijn printersignalen? Zijn dat telexen? Dat zijn 12 kanalen telexen zijn dat dus. Ieder kanaal vertegenwoordigt één telex-verbinding van dit station. En hoe weet u dat het er 12 zijn? Daar, dat kunnen we dus aflezen op deze spectrum analyzer. Waarbij op dat scoopje weer, waar al die lijntjes komen? Ja. Op dat scoopje en ieder bergje wat zich daar aftekent vertegenwoordigt één telex-signaal. Nu zie ik dus aan de bovenkant van het signaal een spraakkanaal zitten. En nu zullen we weer trachten door gebruik te maken van een van de filters van mijn ontvanger om dat spraakkanaal storingvrij eruit te krijgen. Helemaal. International de la Côte d'Ivoire. Ceci est une transmission d'essai pour le réglage de votre réception. Here is Abidjan, radio control terminal of the International Telecommunications Corporation of Ivory Coast. This is a test transmission for your receiving adjustment. Ici Abidjan, centre de liaison au réseau de la Société de Télécommunication Internationale de la Côte d'Ivoire. Uit deze hele brede band, die rond de 18,5 megahertz zit, hè? Ja. Heeft u dus nou een identificatie gehaald? Dus een dame die zegt dat ze uit de Ivoorkust vandaan uitzendt. En wat nu dus voor het monitorstation van belang is, dat is niet datgene wat zij overbrengt, maar alleen dus de identificatie van het is het station Abidjan. Dat wordt door ons genoteerd en vergeleken met de internationale notities in de
internationale frequentielijst. En dan is voor ons de kous verder af. Meneer Peters, het monitorstation van de radiocontroledienst in Neder-Harstenberg meet zenders. Welke zenders? In hoofdzaak de PTT-zenders in Kootwijk, de zenders in Scheveningen Radio, de omroep-tv-zenders, de zenders van de Wereldomroep, de zenders van de Rijksluchtvaartdienst, de radiobakens, de scheepszenders, mobilefoon- en marifoonzenders en dan nog een aantal die we dan samenvatten onder diverse zenders. Maar wat valt daaraan te meten? Onder andere de frequentie. En de frequentie, daar bedoelen we ook mee de stabiliteit van de zenders. Hoe precies is uw apparatuur eigenlijk? We kunnen wat gebruikelijk is de frequentiemetingen tot op een hertz nauwkeurig. Maar we kunnen tot op een 100ste hertz nauwkeurig de frequentie meten. Wat voor soort klachten kunt u eigenlijk behalve het uit de band lopen van zenders nog meer krijgen? Het gaat hoofdzakelijk om het, laten we noemen het meervoudig gebruik van de frequenties. En dat kan veroorzaakt worden door propagatie, door wisseling in seizoenen. Dat er dan in ieder geval meer zenders gelijktijdig op één frequentie werken. De effecten aan zenders kunnen we ook meten. Dat kan ook klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld frequentieafwijkingen, maar dat kan ook wat we noemen parasieten zijn. Schakel klikken en dat soort zaken. Papa Alpha 0, Echo Tango, Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 18 maart 2016. Het is het bulletin van vrijdag. Omdat er redelijk wat gesproken wordt over de IC7300, die als het goed is morgen ook op de Radio Vlooienmarkt in Rosmalen te zien zal zijn, vandaag wat meer informatie over het apparaat. Dat is helaas wel in het Engels, maar andere informatie was zo snel niet beschikbaar. We beginnen zo dadelijk met een stukje van Pete Waters van het bedrijf Waters & Stanton en Chris Ridley van Ecom UK. Daarna volgen Ray Novak van Ecom USA en George Thomas in de webshow Ham Nation. Bij deze geluidsmontage ligt de focus vooral op de mogelijkheden en de functionaliteit van de nieuwe SDR-transceiver. I mean, this is really a sort of turning point for Ecom in terms of HF communications, isn't it? It is, yeah. I mean, I've worked for Ecom for... So I'm getting on for 24 years now, and I would say this was the biggest sort of game changer Ecom have produced, really. It's such a leap forward from conventional superhead technology that they've been using up until now. Yeah, I mean, software-defined radio is not new, but I think the new thing as far as Ecom is concerned, and in fact as far as ham radio is concerned, is they've actually put it into a small box and produced a high performance radio. No computers, no need external computers, no wires, you can just pick it up and take it where you like. Yeah, I think that is the big step forward. As you say, STRs have been around for quite a few years now, but they normally need a computer attached to them. But this you can just pick up and put it in a car or use it mobile just on its own. Yeah, I mean, the main thing is that hits you first is the features. For a radio in the price at this price range, you've got a lot of features that generally you normally only get on the top of the range model, particularly the real-time band scope, waterfall display, audio scope, audio spectrum display. Mm-hmm. They all work amazingly well. Receiver performance also strikes you. As soon as you plug an aerial into it, you think there's something wrong with your aerial because it's so quiet. And it's not because it's not very sensitive, it's just the signal processing. It just brings through the signals and the noise seems to just disappear. Yeah. It's fantastic.
Oh, what? Because the display is touch, isn't it? It's a touch screen. Yes. Yeah. And it's one of these radios you don't really need to keep referring to the handbook. You can just press a button, not do any harm, and that becomes a menu. You've got a setup menu where you can customise it to suit your own requirements, but after that, the simpler menus just that you might want to adjust every day, like the output power, mic gain, things mm-hmm. like that. But very easy to use, and you say you don't have to keep referring to the handbook. Well, I'm sure that will appeal to a lot of amateurs, because I know one of the things that amateurs are famous for, or perhaps men are famous for, is not wanting to open the manual, but trying to work it out themselves. Yeah. I do remember when I looked at the 7100 the first time, I couldn't figure out how to change bands, and suddenly realised I was looking at a touch screen. And of course, this has got a nice colour screen on it, isn't it? Yeah, it's lovely. This radio, and it's got the auto. It's got an auto ATU built-in auto ATU, which is it's sort of a switchable L match. Yes. So it will match up to 10:1 at reduced power. Right. And because we've got 4 meters on it as well. 4 meters, 50 watts. 50 watts, which will appeal to a lot of people. It should do. So we've got we're looking at a radio which really is cutting new ground in ham radio, one that covers 160 through to 6 meters, 100 watts out. It's 100 watts out on six, is it? 100 on six. Yeah. And then the band that appeals to a lot of people in Europe, 4 meters. We get 50 watts on that band. Let's turn it around now and get a little look at the front of it here. So, at first glance, this looks an awful lot like my IC7700. Yes, sir, it does. But one of the nice things that you can do on this one is when you select the band that you want to go to, you just touch the screen. Oh, wow. And you just go straight to a band. Your different modes. Yeah. So it's color touch screen. Yes, sir. And so that cut down on the number of knobs that we need on the front of it, for sure. We also have a multifunction button that when you press it, it brings up a menu. Okay. You select the item that you want to adjust, so we can adjust the RF power. Yeah. So the user interface is very intuitive on what you want to do with it. And so the rest of the knobs and buttons on here are what you typically see on any rig, your RF gain, the AF gain, twin pass band tuning. Yes, sir. And that's one of the interesting things. While it's a direct RF sampling SDR, mm-hmm. we keep a lot of the look and feel of your traditional ICOM radio. So when you're used to going to the twin pass band tuning in the same direction, it brings up your IF shift. If you go in the opposite directions, it narrows down the pass band. Mm-hmm. Or you select the filter just by touching, or if you press and hold. Oh, then you get to fine-tune that filter. Right. I mean, you can come in here and change the bandwidth as tight as 50 hertz or all the way out to 3600. Okay. But if any time you go, well, what was it originally? You can just hit the default button and it puts it back to normal. You've got your contouring for soft or a sharp filter. So it's more or less, all of that's very similar to the bigger ICOM rigs, the 7600, 7700. User interface here would be very familiar to me. Right. I mean, I recognize what I'm looking at, right? So what kind of different screens? Can you just show us a few different screens on the front? Okay, we'll exit out of the filters. This has got your scope. And we don't have an antenna on it right now, so we're not seeing any activity. Right, but when you do touch the scope, it will then zoom into a certain area, and then you can fine-tune where you want to go to in that band. You also have a complete menu system that, while Gordo was talking about SWR, introduced in the IC7000 was an SWR sweep. So mm-hmm. you would set up your tuning step that you want to go, and each time you keyed the push to talk, the radio would transmit low power and do a sampling of your SWR, and you could kind of map out what your SWR curve looked like.
your voice keyer, your different transmit memory locations for it. All right, so it has a voice keyer built in. Yes, sir. Actually, 0.68711 megahertz USB. So voice announcement of the frequency is built in. Now, does it have the audio scopes and some of the newer functions that's been added in the recent firmware on some of the bigger rigs? Yes, sir, it does. You've got your, where you can take a look at your audio. Bel 033-457-0711 als je ook in de uitzending wilt. Je belt nu met de listener call-in van de Daily Minutes NPA00 News. Je kunt hier bericht kwijt dat eventueel rechtstreeks in de uitzending kan worden uitgezonden. Het nummer is 033-457-0711-457-0711. Bedankt voor de leuke uitzending van de Daily Minutes. Ik vond het erg leuk en interessant om de oude uitzending van Robby Scope uit 1978 te beluisteren. Ook was het stuk van de radiocontroledienst erg interessant. Verder wil ik de groeten doen aan OM3JPP, Jurgen. Tot morgen. Ook zal ik morgen om 12 uur aanwezig zijn bij de stand van Misha. Groeten van luisteramateur Bas uit Den Bosch. Amateur Radio Newsline, report number 2003, with a release date of Friday, March 18, 2016, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST ham step in to help during the Louisiana floods. In Maine, a historic radio-equipped schooner sails back into history. Hams in New Zealand and Australia prepare to go retro for Anzac Day. And a capital city in South India may be getting its first repeater. All this and more in Amateur Radio Newsline, Report 2003, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, here's Stephen Kinford, N8WB. Before we begin this week's report, we'd like to let you know that Amateur Radio Newsline is now accepting nominations for its 2016 Bill Pasternak Young Ham of the Year Award. We confer this annual honor on the best of the best. A young licensed radio amateur who has used ham radio for public service, benefiting his or her community, or who has impacted technological development affecting communications in some way. Nominees must reside in the United States, Canada, or Puerto Rico, and be no older than 19. Our judging committee will consider candidates who have made outstanding overall contributions, most especially in their public service work, but also for experimentation in technology, science, or electronic communication. The committee's decision is final. For details on nomination requirements and to download an application form, visit our website, www.arnewsline.org, and click on the tab for YHOTY. Completed forms and supporting documentation should be sent to the Young Ham of the Year Award in care of Amateur Radio Newsline Incorporated, Editorial Office, Post Office Box 451, Huntington Station, New York 11746. The award is named in memory of the late Bill Pasternak, WA6ITF, co-founder of Amateur Radio Newsline, who, not surprisingly, was once an outstanding young ham himself. Long before awards were given, growing up in Brooklyn, New York. Again, this website address is www.arnewsline.org and click on the tab for YHOTY. Electronic filing will also be accepted. Send files in PDF or JPEG format via email to newsline@arnewsline.org. Deadline for submissions is June 30th, 2016. And now, here's the latest for this week from our Amateur Radio Newsline team.
Already having been called up by two emergency activations in February, hams were ready to go to work once more in Louisiana after flooding overtook the area as a result of record-setting rains in early March. A tornado watch on March 8th led to a skywarn activation. As volunteers undertook weather spotting and reporting over linked repeaters, their reports not only covered Louisiana, but parts of Arkansas and Texas. Then an Ares team in southeastern Louisiana also became active for nearly 2 days in response to heavy rain and flooding. Ares Region 9 DEC Bob Prias, WB5FBS, told the ARRL that by March 11th, numerous waterways, streams, and major rivers had advanced beyond the flood stage. But he said hams were able to successfully transmit and receive weather bulletins on local repeaters and fixed stations, made use of packet radio on VHF, as well as email to communicate with the National Weather Service. In all, the highest rainfall reported to the National Weather Service was just shy of 27 inches. The Louisiana flooding is just one example of hams in action. In Florida, the National Hurricane Conference has offered a special seminar to help hams be at their best when weather is at its worst. Even if some hams can't be at the conference in Orlando, they can still participate. We hear from amateur radio newsline Neil Rapp, WB9VPG. The forecast for this year's National Hurricane Conference is anything but stormy, at least not for amateur radio operators. For those hams who can't be there in person at Florida's Hilton Orlando Hotel, the next best thing is to attend the free sessions on Tuesday, March 22nd via live stream. The session opens at 1:30 p.m. with National Hurricane Center Director Rick Knabb, followed by a talk on hurricane meteorology with Bob Robichaud, VE1MBR, of the Canadian Hurricane Center, and Julie Ripoll, WD4R, who is Assistant Coordinator at WX4NHC, the National Hurricane Center's amateur radio station. The ARRL Assistant Emergency Preparedness Manager, Ken Bailey, K1FUG, will present a beginner's course in hurricane preparedness for hams. But because even the best prepared amateurs can't always be ready to also travel, the sessions are being recorded and will be uploaded to YouTube for viewing later. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. The North American SSB Sprint is coming up fast. Well, what would you expect from something that's called a sprint? So have your rigs ready on April 3rd at 0000 UTC. Locally, that's April 2nd, for what's been called the fastest 4 hours in radio sport. The sprint's date was moved to the first weekend in April following a schedule conflict with another popular RTTY sprint. The committee asks hams planning to operate to fill out a form on the website indicating the planned activity. Visit http://ssbsprint.com. An old, well-traveled schooner in Maine is preparing to resume its journeys. And yes, those trips include a few ventures into ham radio history. Amateur radio newsline Paul Braun, WD9GCO, has that story. The month of June can't come soon enough for the team members working to refurbish the 95-year-old schooner that once touched the heart and the generosity of Hiram Percy Maxim himself, as well as those on the ARRL board. Built in 1921 in East Booth Bay, Maine, as an Arctic explorer, the schooner Bowden was well equipped with wireless communications when it set out on its travels during the Arctic expedition of Donald B. McMillan in 1923. It later transported McMillan, Richard Byrd, and crew to Greenland in 1925. Maxim and the board not only provided radio support to the schooner's adventures, but they also recruited an operator, Donald H. Mix, 1TS of Bristol, Connecticut, to come on board and transmit from the 100-watt medium-wave rig. The equipment used by Mix had been custom-designed by ARRL board member M.B. West, who had it built by hams at the Zenith Electronics firm. I spoke with Professor Donald Ely, KB1VJ of the Department of Marine Transportation, about operating amateur radio from the sailing ship. I've actually done some amateur radio work on board. One of the big challenges is antenna.
because she has so much rigging. And actually, Macmillan, when he had her in the Arctic, they rigged, and she was stationary, and they were doing their, you know, research on radio propagation. They actually put a bowsprit and a long wire kind of from the top of the foremast out the down to the bowsprit to keep the antenna away from all the other rigging. We don't have that situation now. So the only real success we've had with, you know, DXing on board is to, you know, when she's stationary, to rig a separate antenna, like over from the one at the top of the mast out to the dock or something like that. That's a real challenge with her, to get a decent antenna set up. It's not that we don't intend to continue it, it's just a difficult challenge. The schooner's refurbishment is now being paid for by the Bowdoin Centennial Campaign. It is the official vessel of the state of Maine, and though its explorations are likely to be far more modest nearly a century after its first launching, the Bowdoin is nonetheless set to sail into its new life on June 1st. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Great South Bay Amateur Radio Club W2GSB on Long Island, New York. On Monday nights, following the 7:30 p.m. InfoNet on the club's 2-meter repeater. A proposal to install a new amateur radio repeater in the capital of the Indian state of Andhra Pradesh is giving local hams in southern India some hope. If local permission is granted, the repeater would be placed atop the Gundala Hill in the capital city, Umravati. A district official has given an encouraging response to a request by Azra Ramesh Babu, coordinator of the district's Ham Radio Training Center. Mr. Ramesh Babu told local officials the presence of such a repeater would facilitate creation of an emergency network of ham radio operators who would make use of the repeater with their handheld transceivers and serve the region. Furthermore, he said the repeater would also have the capability to communicate via Echolink over the Internet, giving it global reach. Mr. Ramesh Babu estimated that there are nearly 500 licensed radio amateurs who would make regular use of the repeater once it is operational. He told the Hindu newspaper, quote, "If all goes well, this sunrise state will soon transform into a hub of ham radio activity," end quote. Anzac Day is a major public holiday for everyone in New Zealand and Australia, but hams observe it in a way that only radio operators could. Amateur Radio Newsline Graham Kemp, VK4BB, has that story. Amateurs in New Zealand and Australia aren't being asked to suit up in military uniforms to help mark Anzac Day, but they are being encouraged to participate in a military radio salute nonetheless. They've been asked to work the bands using the same older modes once employed by radio operators in the military, and to do this on Monday, April 25, marking Anzac Day. The solemn national holiday remembers those who died in 1915 in the fighting at Gallipoli. The on-air observance, which is being encouraged by the Tableland Radio Group of Far North Queensland, VK4, would shift that day's radio operations from SSB to the AM mode and also encourage more CW operation. The event's genesis is a conversation between Tableland's Mike Patterson, VK4MIK, a veteran of the Royal Australian Navy, and Lionel Veal, an ex-sergeant and former Australian Coast Watcher, who had used the old radios such as an ATR-4A transceiver during World War II. The AM and CW event has become a popular Anzac Day activity for the past couple of years, with many amateurs from a number of clubs participating using older crystal lock transceivers or former military radios. Keep in mind, it's not a contest, but a tribute. And in peacetime, the operating strategy won't require any military manoeuvres, just a bit of careful moving about to find a clear frequency. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. Grant Bingman, KM5KG, an influential designer and programmer who changed the shape of AM-RF engineering, has become a silent key. The Plano, Texas amateur was an early developer of method of moments modeling of AM antenna systems and wrote his own programs for ham radio applications and to do AM modeling. A professional engineer, he was respected for his expertise in antenna couplers, network design, and phasing systems for AM radio, along with computer control. A longtime colleague, Jack Selmayr, was quoted in one published article as saying that Bingman
had worked at Gates Harris, Rockwell Collins, and later the Rockwell Collins Broadcast Division that was acquired by Continental Electronics. Selmayr said industry consultants often relied heavily on his work for their phaser designs. Bingman, who died on February 29th, was 66. The amateur community is also mourning the loss of Mary Ann Kreider, WA3HUP, who for decades connected hams with other hams, quietly working behind the scenes as QSL manager for a number of DXers, including Jordan's King Hussein, JY1. She had also been manager of the W3 QSL Bureau. The Air Force veteran had been a licensed amateur since 1967 when she was in the service. The Pennsylvania amateur died March 12th at the age of 91. In the world of DX, these are the last days to work Herbert DK2BR in Vietnam. He is operating holiday style from Khon San Island until March 26th with the call sign 3W2BR on 40 meters to 10 meters SSB, RITI, and PSK31. Send QSL cards direct to his home call sign. Operators Helen RC5A and Yuri RM0F are going to Maldive Islands, where they will be active as 8Q7CA and 8Q7FU, respectively, between April 17th and 30th. They will work 160 to 6 meters using CW and SSB, QSL via their home call sign, direct by the Bureau or the OQRS on Club Log. Listen for Bill, K2HVN, working as 9Y/K2HVN on the island of Tobago between April 14th and 26th. He will work 40 to 10 meters vacation style. Listen for him on SSB and in CW mode. QSL via his home call sign. Cards are already printed. He will not accept LOTW. See QRZ.com for info. A number of teams will be working the CQWW-WPX-SSB contest on March 27th and 28th. They include members of the CT-3 team, active as CQ-9T from Funchal, working as a multi-single, low-power entry, QSL via CT-3KN. Listen also for members of Amateur Radio Taipei, active from Taiwan as BP-0P, as a multi-2 entry. QSL via BP-0P, QSL also OK via Amateur Radio Taipei QSL service. And during the contest, be listening as well for Laurent, FM-5BH, who will be active as TO-972M from Martinique Island as a single op, all band, high power entry, QSL TO-972M via FM-5BH direct. And finally, we close this week's report with a story of one woman's quietly triumphant act of service in World War II. Like so many others who helped break the Germans' code, no one was ever supposed to know about her or even celebrate her efforts. Until now, as we hear from Amateur Radio Newsline Jeremy Boot, G4NJH. Recognition was the last thing Theo Hopkinson would have wanted or even asked for 71 years ago, when she was working to help decode Nazi messages during World War II. In fact, she was part of a larger group of code breakers who similarly vowed to keep as low a profile as possible whilst they worked at either Bletchley Park or Hanslet Park, intercepting messages from Germany. Theo, who worked at Hanslet Park, is now 89, and of course the war is long since over, so when Theo recently intercepted something once again, it was quite public and clearly worded. It was, in fact, long overdue thank you for her efforts, which, like those of her colleagues, have been credited for helping shorten the war and saving millions of lives. On Friday the 11th of March, Theo was amongst a small group of women, now living in Canada, who received the Bletchley Park Medal. It was presented by British Consul General Kevin McGurgan at the University Club in Toronto. Mr. McGurgan said at the ceremony, "It's good that now we're able actually to honour and acknowledge these people in a way that perhaps should have been done a lot earlier." Unfortunately, there was absolutely no need to decipher the meaning there. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH in Nottingham in the UK.
With thanks to ABC.net, Australia, Allen Labs, the ARRL, CQ Magazine, DX.net, Hap Holly and the Rain Report, the Hindu Newspaper, Irish Radio Transmitter Society, the Ohio Penn DX Bulletin, QSL.net, QRZ.com, Southgate Amateur Radio News, the Toronto Sun, Twit TV, Wireless Institute of Australia, and you, our listeners. That's all from Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights reserved. Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Foxtrot 0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostseerundspruch. Am Mikrofon ist DL9LBG. Ihr hört den Ostseerundspruch mit der laufenden Nummer 97 für die 11. Kalenderwoche 2016. Im Ostseerundspruch hört ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DHRC-Norddistrikten für die Ostseeregion Ostholstein, Lübecker Bucht und Nordwestmecklenburg. Die Redaktion hat Michael, DL9LBG in Lütjenburg an der Ostsee und der ist hier für euch auch am Mikrofon. Der Rundspruchstation Delta Foxtrot 0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwochabend im Programm von Sat-Zentrale Das Radio direkt im Anschluss von Radio DHRC noch einmal gesendet. In dieser Woche senden wir wieder nur am Sonntag, dem 20. März um 10.30 Uhr Lokalzeit auf der 80 Meter Frequenz 3620 kHz, da das Bungsberg-Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 MHz auch in dieser Woche weiterhin außer Betrieb ist. Deshalb entfällt in dieser Woche erneut die Freitagssendung. In den Niederlanden sind wir aber heute Abend wieder einmal im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News zu hören auf dem Relais PI3UTR auf 145,575 MHz werden der Ostsee und auch der Deutschlandrundspruch landesweit ausgestrahlt. PI3UTR ist das höchstgelegene Relais in Papa Alpha und befindet sich auf dem Gerbrandi-Turm in Eiselstein in der Nähe von Utrecht. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada, die uns via Echolink auf PI3UTR zuhören. Wir fangen wie immer an mit dem Kalendarium. Heute ist der 78. Tag des Jahres. Noch 288 Tage bis Jahresende. Namenstag haben heute Edward, Sibylle und Cyril. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 6.23 Uhr der mitteleuropäischen Zeit. Sonnenuntergang heute Abend ist um 18.27 Uhr MEZ. Somit war der heutige Tag 12 Stunden und 4 Minuten lang. Die Themenübersicht im Ostseerundspruch, die 10-Meter-Barke Delta Mike 0 Alpha Alpha Bravo ist wieder in Betrieb. Aktivitäten der Sonderstation Delta Mike 0 200 Papa Zulu Lima stehen dann auf dem Programm. Dann möchte ich hinweisen auf den Nord Contest 2016, dieser findet am 16. April statt. Am 10. April startet bereits die CB-Funkstaffel. Dann gibt's IOTA-Aktivierungen im Ostseeraum. Dann haben wir die Vorankündigung der Wolfswelle 2016 in der Nähe von Hohenlockstedt auf dem Programm. Dann gibt's regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum. Die Vorhersage der UKW-Bedingungen in der Ostseeregion und daran anschließend wie immer den aktuellen Deutschlandrundspruch dieser Woche von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostseerundspruch. Die 10-Meter-Barke DM0AAB ist wieder in Betrieb. Seit dem vergangenen Mittwochvormittag, das war der 16. März, ist die Barke Delta Mike 0 Alpha Alpha Bravo auf dem Strezer Berg nahe Lütjenburg im Locator Juliet Oscar 5-4 Golf Hotel wieder auf Sendung. Die gelistete QRG ist 28.277,5 Kilohertz. Ende April 2015 war die Barke mit einem Schaden in der Senderendstufe ausgefallen. Der Barkenverantwortliche, Uwe Delta Golf 3 Lima Alpha Uniform aus dem VFDB Ortsverband Kiel, Zulu 10, hat den 10 Meter Dauerläufer repariert und general überholt und dabei wurden auch Probleme mit der Frequenzstabilität behoben. Die Barke sendet mit 12 Watt ERP an einer Groundplane Antenne. Der Standort befindet sich auf dem zweithöchsten Berg Schleswig-Holsteins in 130 Metern über NN. Die Sendeantenne
ist in 30 Metern Höhe über Grund an einem weithin sichtbaren Mast montiert. Die vertikal polarisierten Aussendungen können über die Bodenwelle in fast ganz Schleswig-Holstein selbst mit einfachen Mobilantennen gehört werden und sind ein wichtiger weltweiter Indikator für die Ausbreitungsbedingungen im 10-Meter-Band. Wir danken Uwe, Delta Golf 3 Lima Alpha Uniform, für sein Engagement und die Pflege der Barke Delta Mike 0 Alpha Alpha Bravo. Uwe ist außerdem verantwortlich für das 70 cm Relais Delta Bravo 0 India Foxtrot auf der Insel Fehmarn. Aktivitäten der Sonderstation Delta Mike 200 Papa Zulu Lima. Im Bestätigungsverkehr des Ostseerundspruchs vom vergangenen Sonntag auf 80 Meter meldete sich die Station Delta Mike 200 Papa Zulu Lima DM 200 PZL aus dem DARC Ortsverband Neubrandenburg Viktor 11 zu Wort und berichtete über kommende Aktivitäten. Diese Information geben wir an dieser Stelle gerne weiter. Delta Mike 200 Papa Zulu Lima ist noch bis Jahresende auf allen Bändern QAV und erinnert an das Jubiläum 200 Jahre Aufhebung der Leibeigenschaft in Penzlin. Zum Weltamateurfunktag am 18. April wird DM 200 PZL von der Altenburg Penzlin auf Sendung gehen. Des Weiteren ist am 1. Mai zum europaweiten COTA Aktivitätstag eine Aktivierung geplant, ebenfalls von der Altenburg Penzlin. Weitere Aktivierungen wird es unter anderem geben vom Obelisken auf dem Galgenberg. Vom 18. Oktober bis 14. November 2016 verteilt Delta Mike 200 PZL den Sonder-DOK 200 PZL. Eine Übersicht über alle Aktivierungen in diesem Jahr gibt es auf der QAZ.com-Seite von DM200PZL. Den direkten Link dorthin findet ihr auch im Manuskript zu dieser Sendung unter ostseerundspruch.de. QSLs gibt es via Büro und direkt bei Delta Lima 2 November Papa Charlie. Nord Contest 2016 am 16. April. Bereits jetzt weisen wir auf den kommenden Nord Contest der DARC Distrikte Nordsee, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein hin. Dieser findet statt am 16. April auf 2 Meter ab 12 Uhr UTC und, Achtung, das ist neu, ab 14.30 Uhr UTC auf 70 cm, jeweils in CW und SSB. Ausgetauscht werden Rapport, laufende Nummer, Locator und DOK. Es gibt zwar keine getrennten Klassen für CW und SSB, aber jede Station kann sowohl in CW als auch in SSB jeweils einmal gearbeitet werden. Wer es also schlau anstellt und in CW fit ist, kann jede Station zweimal arbeiten. Merkt euch also Samstag, den 16. April vor, dann startet der Nordcontest 2016. Jetzt neu, 2 Meter und 70 Zentimeter direkt hintereinander und nicht mehr wie in den Vorjahren getrennt an zwei Tagen. CB-Funkstaffel startet am 10. April. Auch in diesem Jahr startet die Tango Hotel International DX und SWL Radio Group wieder eine deutschlandweite CB-Funkstaffel. Darauf weist uns unser Hörer Sebastian MV hin. Die Funkstaffel findet in der Nacht vom 9. auf den 10. April statt und das bereits zum 14. Mal. Im Jahr 2003 wurde die Funkstaffel erstmalig an den Start gebracht. Bei dieser Funkstaffel geht es darum, ein Passwort von Station zu Station weiterzuleiten. Als Ziel soll das Passwort unverfälscht wieder am Ausgangspunkt ankommen. In den vergangenen Jahren haben sich dazu CB-Funker aus ganz Deutschland an exponierten Standorten postiert, um eine große Reichweite sicherzustellen und zu gewährleisten, dass das Passwort lückenlos durch Deutschland und auch durch angrenzende Nachbarländer wandern kann. Zurzeit haben sich bereits 86 Stationen online auf funkstaffel.de angemeldet. Es sind auch OM aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dabei. Alle Teilnehmer werden kurz vor dem Start per E-Mail mit einer Anrufliste sowie dem genauen Startzeitpunkt und dem CB-Funkkanal versorgt, damit jeder Teilnehmer pünktlich an seinem Platz ist. Alle aktiven CB-Funker sind eingeladen, an diesem Event teilzunehmen. Wer Fragen hat, wende sich per E-Mail an funkstaffel2016@funkstaffel.de. Einsendeschluss für die Anmeldung ist der 4. April. Weitere Infos gibt es online unter funkstaffel.de.
IOTA-Aktivierungen im Ostseeraum, OM-RON, Delta Golf 2, Romeo Oscar November, DG2-RON, macht vom 19. bis zum 26. März Funkurlaub auf Bornholm als Oscar-Zulu-DG2-RON ist er auf Kurzwelle aktiv. Auf seinem Plan steht die Aktivierung von 5 WWFF-Gebieten, 5 Leuchttürmen und 3 WCA-Referenzen. Es wird also alles aktiviert, Schlösser, Naturschutzgebiete und Leuchttürme. Er wird dabei versuchen, standortabhängig mehrere Referenzen gleichzeitig zu aktivieren. QSLs gibt es über das Homecall DG2RON via Büro. Bornholm trägt die IOTA-Nummer Echo Uniform 030. Für das Danish Island Award, das dänische Inseldiplom, hat die Insel die Nummer Bravo Oscar 001. Das meldet das DRRC-DX-Mitteilungsblatt in dieser Woche. Jürgen, 5 Quebec 2 Tango, funkt vom 20. bis 23. März von der dänischen Ostseeinsel Samsø von 10 Meter bis 160 Meter in CW und Digimodes. Diese Aktivität zählt für die IOTA-Nummer Echo Uniform 172. QSLs gibt es via Oscar Zulu 0 Juliet via Büro. Vorankündigung Wolfswelle 2016. Wie uns Jürgen DO2JSA aus dem DRRC-Ortsverband Itzehoe Mike 05 mitteilt, startet die Wolfswelle 2016 am Samstag, den 24. September 2016, wie auch in den Vorjahren auf dem Flugplatzgelände Hungriger Wolf in der Nähe von Hohenlockstedt. Veranstalter ist der DRRC-Ortsverband Itzehoe Mike 05. Es wird wieder einen großen Funkflohmarkt geben. Außerdem ist ein Treffen der DRRC Notfunkgruppe des DARC-Distriktes Schleswig-Holstein geplant. Darüber hinaus wird es wieder Fachvorträge zu Amateurfunkthemen geben. Flohmarkthändler und Verkäufer können sich bereits jetzt bei Jürgen Delta Oscar 2 Juliet Sierra Alpha per E-Mail anmelden. Die Adresse lautet do2jsa@darc.de. Regionale VHF-UHF-Conteste im Ostseeraum. Im IARU Region 1 VHF-UHF-Contest-Kalender finden wir für dieses Wochenende und die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Morgen am Samstag startet ein neuer VHF-UHF-Contest der AGCW. In Telegrafie. Von 14 bis 17 Uhr UTC läuft der 2-Meter-Teil, anschließend gibt es noch eine Stunde auf 70 Zentimeter. Ebenfalls morgen findet der Mecklenburg-Vorpommern-Contest des DRRC-Distriktes Mecklenburg-Vorpommern statt. Der 70-Zentimeter-Teil läuft in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr UTC in FM, SSB und CW. Direkt im Anschluss gibt es eine weitere Stunde auf 2 Meter. Am Sonntag gibt es in der Zeit von 8 bis 11 Uhr UTC in Tschechien und der Slowakei einen Aktivitätscontest auf 2 Meter und allen Bändern darüber bis weit in den Mikrowellenbereich hinein. Gleichzeitig veranstaltet die DUR, das ist die Dresdner UKW-Runde in Sachsen, einen Gigahertz-Aktivitätswettbewerb auf 23 cm und allen Bändern darüber. Der Nordic Activity Contest am kommenden Dienstagabend steht dann ganz im Zeichen der Mikrowellenbänder 2,3 GHz und darüber. Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum, die Wetterlage, ein umfangreiches Hoch über den britischen Inseln, bestimmt zurzeit noch das Wettergeschehen in der Ostseeregion. Eine Warmfront sorgt dabei vielfach für Nebel oder Dunst. Heute Nacht dreht die Höhenströmung auf Nordwest. Heute Nacht kann es direkt an der Küste bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufklaren. Ansonsten weiter im Landesinneren hält sich morgen verbreitet Nebel oder Hochnebel. Je nach Nebelauflösung am Nachmittag erreichen die Tagestemperaturen 5 bis 8 Grad. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus West. Das Wochenende hindurch können uns, je nach Temperaturentwicklung, marginale Inversionen begleiten, die zu leicht angehobenen Bedingungen auf den VHF-Bändern führen. Und die weiteren Aussichten: Zum Wochenbeginn bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Der Wind kann etwas auffrischen, es bleibt aber meist niederschlagsfrei. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseerundspruchs angelangt. Das Ganze gibt's nochmal zum Nachlesen bei uns online auf ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden entlang der Ostseeküste zwischen Kiel und Rostock und umzu? Super, dann schickt eure Beiträge gerne der Redaktion Ostseerundspruch, wenn ihr zum Beispiel zu eurer Jahreshauptversammlung eures OVs einladen möchtet oder sonstige
Aktivitäten oder Veranstaltungen, immer gerne her damit. E-Mail-Adresse dl9lbg, also Delta Lima 9, Lima Bravo Golf, @drc.de. Ihr braucht keine besonderen Formatvorgaben einzuhalten. Einfacher, formatfreier Text per E-Mail genügt. Telefaxe könnt ihr schicken an die Nummer 04381 902 4735. Und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge Info nie hinterlassen könnt, unter der Telefonnummer 04381, Vorwahl von Lütchenburg und dann der Anschluss 410 9000. Nutzt auch die Kommentarfunktion und das Kontaktformular auf ostseerundspruch.de. Wenn ihr eine QSL-Karte von DF0LO mit dem Sonder-DOK Ostsee haben möchtet, dann sagt gleich gerne im Bestätigungsverkehr Bescheid. Ich schicke euch dann gerne eine Karte via Büro zu. Empfangsberichte von SWLs werden ebenfalls sehr gerne mit einer QSL-Karte bestätigt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem Ortsverband Lütchenburg, Mike 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch und an alle XYLs und YLs, 88. Nach einer kurzen Schaltpause melden wir uns auf dieser Frequenz wieder zum Bestätigungsverkehr. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM, Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 11 des Deutschen Amateurradioclubs für die 11. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Modernisierung der DARC-Webseite. Das DARC-Referat Normen tagte im Amateurfunkzentrum. 600 Besucher kamen zur Amateurfunktagung nach München. R2T2 soll auf der Ham Radio an Bewerber übergeben werden. Dann gibt es eine neue Webseite zu 472 kHz. Dann gibt es aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter? Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch: Modernisierung der DARC-Webseite. Mit der Umstrukturierung und Optimierung des eigenen Internetauftrittes arbeitet die DARC-Geschäftsstelle mit Hochdruck an einem Upgrade des Typo 3 4.5 auf die Version 7.6. Bei Typo 3 handelt es sich um das Content-Management-System, mit dessen Hilfe die Seiteninhalte des DARC-Webangebots sowohl von den Mitgliedern als auch den Mitarbeitern der Geschäftsstelle redaktionell gepflegt werden. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen und Arbeiten an diesem längst fälligen Update. Davon haben die DARC-Distrikte, Ortsverbände und Referate derzeit noch nichts mitbekommen, da die Aktivitäten auf den DARC-Homepages vor Ort reibungslos weitergehen konnten. In der nun anstehenden Phase müssen alle Webseiten in die Prozesse mit einbezogen werden. Was bedeutet dies für Sie vor Ort? Am 20. März fällt der offizielle Startschuss für den großen Umzug, der leider etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Um künftig Sicherheit und optimalen Service bieten zu können, müssen die Änderungen der Seiten im Webmaster-Zugang für die Dauer von 6 Wochen gesperrt werden. Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, dass Sie bis zum 20. März alle Änderungen und Termine an und auf den Seiten der jeweiligen Untergliederung einpflegen. Anstehende Field Days, Versammlungen, Clubabende und so weiter können so noch gegenüber den Mitgliedern kommuniziert werden. Ab dem 20. März ist es nicht mehr möglich, die eigenen Webseiten zu aktualisieren, da der Backend-Zugang für Redakteure gesperrt wird. Alternative Kommunikationswege bestehen in Mailinglisten, Distriktsrundsprüchen, dem DARC-Forum, OV-Abende und den Newsmeldungen auf der DARC-Webseite, die in der Umzugsphase weiterlaufen werden. In einer aktuellen OV-Info sowie einer Newsmeldung auf der DARC Webseite und auf Facebook informiert der DARC über weitere, auch technische Hintergründe. Parallel dazu wurden bereits alle DARC-Webmaster per E-Mail informiert. Bewusst ausgenommen von den Umzugsarbeiten ist die Nachrichtenspalte Aktuelles auf der DARC-Webseite. Unter dieser Domain werden wir Sie im besagten Zeitraum noch intensiver mit Nachrichten, auch aus den Distrikten, versorgen. Wichtige Veranstaltungshinweise und Informationen mit großer Relevanz senden Sie bitte per E-Mail an die Redaktion, an die E-Mail-Adresse redaktion@darc.de mit dem Hinweis, diese auf dem Nachrichtenportal zu veröffentlichen. Dies ist nur möglich, indem ausschließlich die Redaktion ihre Inhalte hochlädt. Der DARC bedankt sich für Ihr Verständnis, mit dessen Hilfe das Serviceangebot im Internet auch in Zukunft sichergestellt werden kann. Das DARC-Referat Normen tagte im Amateurfunkzentrum.
Wir haben alle potenziellen Störquellen im Visier, die oft weitreichende Einflüsse auf den Amateurfunk haben, erklärt Knut Rothstein, Delta Lima 1, Kilo Romeo Tango. Der DRRC-Referent für Normen traf sich am 12. März mit seinen Mitstreitern im Amateurfunkzentrum Baunatal, um über den Status quo aller Normungsvorhaben zu sprechen. Gemeinsam arbeitet das Team an der Begrenzung der möglichen negativen Nebenwirkungen elektronischer Konsumgüter. Wir machen als Vertreter des DRRC e.V. unseren Einfluss geltend und erzielen damit positive Ergebnisse, äußert sich Dieter Borg, Delta Bravo 8 Papa Romeo, zuversichtlich über die Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern und fügt an, Zitat, die Industrie reagiert auf unsere Forderungen, Zitat Ende. Die Mitarbeiter des Referats sind im Bereich Normen ohne direkte Distriktsanbindung und bearbeiten eigenständig ihre Themenfelder. Derzeit gibt es über 10 brennende Themen, die für alle Funkamateure relevant sind. Die Technologie um kontaktlose Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge nimmt den Spitzenplatz der drohenden Gefahren für Funkstörungen ein. 600 Besucher kamen zur Amateurfunktagung nach München. Die Amateurfunktagung München geht mit dem Fazit von rund 600 Besuchern zu Ende. Dem Publikum wurde auch 2016 Die Tagung findet alle 2 Jahre statt, ein umfangreiches Programm geboten. Den Kern der Veranstaltung bildete das Vortragsprogramm, bei dem sich die Referenten einem stets gut gefüllten Hörsaal gegenüber sahen. Einen Besucherpeak konnte Christian Dindas, Delta Golf 8 Delta Papa, am Samstag verzeichnen, als er über seine Selbstbau-Endstufe in LD-MOS-Technik berichtete. Auch die vielen Fragen nach dem Vortrag von Thomas Emig, Delta Lima 7 Tango Oscar Mike, über die Konfiguration für einen Hemnet-Einstieg bewies, dass sich sein Vortrag am Puls der Zeit bewegte. Besonders spannend war die erneute Ausrichtung des Energie-Harvesting-Wettbewerbs, bei dem Konstrukteure aufgerufen waren, eine Morse-Taste mit Sender zu bauen, die ihre Sendeenergie aus der Hubbewegung der Taste selbst gewinnt. Die Bastler der 4 Exponate in 3 Kategorien 80 Meter, 10 Meter und 2 Meter hatten sich einiges einfallen lassen, um bei der Sendeleistung und Oberwellenabstand zu punkten. Letztlich alles gespeist aus menschlicher Muskelkraft. Iris Freitag, Delta Golf 5 Mike Lima Hotel, bewies als YL im Besonderen ihren Erfindergeist. Der Prüfung zur US-Lizenz stellten sich 5 Teilnehmer, während der Messplatz fast die gesamte Zeit lang von den Besuchern gut belagert wurde. Hier wurde das Oberwellenspektrum näher betrachtet oder auch die eine oder andere Antenne durchgemessen. So schloss die Tagung mit einem positiven Fazit, die ihre Fortsetzung 2018 finden wird. R2T2 soll auf der Ham Radio an Bewerber übergeben werden. Die Geräte für das bundesweite SDR-Netzwerk des DRRC e.V. sollen auf der Messe Ham Radio in Friedrichshafen übergeben werden. Dies war auf der Amateurfunktagung in München zu erfahren. Entwickler Helmut Göbkes, Delta Bravo 1 Charlie Charlie, stellte den R2T2 dem interessierten Publikum näher vor. Seit 2014 arbeitet der DRRC e.V. an der bundesweiten Etablierung eines Netzwerks aus Software-Defined Radio-Empfängern. Da die Hardware speziell für den DRRC e.V. entwickelt wird, ist das Projekt seitdem in der Entwicklungsphase. Es hat sich herausgestellt, dass die Entwicklung der Software aufwendiger war als zunächst gedacht, fasste Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf, von der Tagungsleitung bei der Ankündigung des Vortrags von DB1CC zusammen. Zuerst werden jetzt die 15 Geräte den Bewerbern zur Verfügung gestellt, welche sich in dem Bewerbungsverfahren durchgesetzt hatten, so OM Göbkes. Das WebSDR-Projekt soll Impulse geben für die Innovationskraft in den Ortsverbänden. Gleichzeitig ist das WebSDR aber auch ein nützliches Hilfsmittel für den weltweiten Funkbetrieb aus dem heimischen Scheck. Und noch ein Grund. Ortsverbände können mit der Präsentation des WebSDR in der Öffentlichkeit sichtbar beweisen, dass sie moderne Technologien intensiv nutzen und Amateurfunk ein vielseitiges und innovatives Hobby für jeden ist. Das Konzept ist zumindest zukunftsfähig gestaltet. R2T2 deutet auf die 2 Empfänger und 2 Sender hin, die das Gerät an Bord hat und standalone, also ohne PC, multi-userfähig bedienen kann. Der dafür eingesetzte System-on-Chip soll jedenfalls laut Hersteller bis mindestens zum Jahr 2026 in Sachen Lieferbarkeit Bestand haben. Neue Webseite zu 472 kHz.
Rick Stroppe, Oscar November 7 Yankee Delta, hat eine Webseite speziell zum 472 kHz Band ins Leben gerufen. Die englischsprachigen Inhalte sollen Einsteigern erste Hilfe an die Hand geben. Weiterhin werden Hilfen vorgestellt für Funkamateure, die bereits QAV sind. Anregungen für weitere Inhalte nimmt ON7YD gern entgegen. Das Mittelwellenband wurde in Deutschland für Funkamateure der Klasse A mit der Amtsblattverfügung 11-2012 durch die Bundesnetzagentur freigegeben. Aktuelle Conteste. Am 19. März startet der Mecklenburg-Vorpommern-Contest sowie der VHF-UHF-Contest der AGCW. Am 20. März steigt dann der UBA Spring Contest. Das gesamte Wochenende hindurch, 19. bis 20. März, da läuft der DARC HF-SSTV-Wettbewerb sowie der Russian DX Contest. Vom 19. bis 21. März gibt es in Großbritannien den HFRTTY-Contest der britischen Interessengruppe BARTG. Dann am nächsten Wochenende, 26. bis 27. März, da gibt es den CQ Worldwide WPX-Contest. Am 26. März, da startet die Baden-Württemberg-Aktivität, kurz BWA. Und am 28. März gibt es den Deutschland-Contest des Deutschen Telegrafie-Clubs e.V. sowie den DARC-Oster-Contest und den DIG-Papa-Alpha-Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX- und HR-Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der aktuellen CQDL in der März-Ausgabe 3/2016 auf Seite 58. Der Funkwetterbericht vom 15. März, herausgegeben von Hartmut Büttich, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 7. bis 14. März, obwohl die Sonne wieder schwächelte, denn es gab im Berichtszeitraum nur 4 C-Flares, spiegelte sich diese Entwicklung nicht allzu sehr in den Ausbreitungsbedingungen wider. Die Messwerte der 10,7 cm Radiostrahlung, also des solaren Fluxes, lagen konstant zwischen 93 und 97 Einheiten und damit wiederum unter dem 90-Tage-Mittelwert, der am Dienstag 105 Fluxeinheiten betrug. Nun sind in jedem fallenden Sonnenfleckenzyklus die koronalen Löcher mit ihren in den Weltraum offenen Magnetfeldlinien die dominanten Funkwettermacher. Das große koronale Loch, Charlie Hotel 721, brachte intensiven Sonnenwind am 7., am 11., am 12. nur leicht, aber ab dem Abend des 14. und 15. März wieder stark. Wer etwas auf der Lauer lag, konnte die positiven Phasen nutzen, in denen der Strahlungsdruck die der Sonne zugewandten Seite der Ionosphäre komprimierte. Das führte zu sehr schönen Öffnungen der oberen Bänder am 8., 9., 10. und vom 13. bis zum Mittag des 14. März. Der geomagnetische Index K war stundenweise null und man konnte beispielsweise am 14. März abends auf 40 Meter Kilo Lima 7 Alaska und Kilo Hotel 6 Hawaii arbeiten. Ansonsten spiegelt sich in den Ausbreitungsbedingungen eher der Langzeitmittelwert wider, denn morgens kann man bis 24 MHz fernöstliche und natürlich über transäquatoriale Funkwege erreichbare Gebiete kontaktieren. Nachmittags sind karibische und amerikanische Stationen laut, bei ruhigem Magnetfeld sind die transpolaren Funkwege brauchbar. Vorhersage bis am 22. März, der bevorstehende Frühlingsanfang, markiert etwa die Mitte der guten DX-Bedingungen zwischen beiden Hemisphären. Nach dem Frühjahrsäquinox werden die Grayline-Bedingungen rasch ungünstiger und das 160-Meter-Band hat dann immer kürzer werdende DX-Fenster. Die oberen Bänder erfreuen uns zunehmend, bis irgendwann im Mai die Tagesdämpfung immer dominanter wird und sich sommerliche Ausbreitungsbedingungen einstellen. Dafür steigt dann die Sporadik eh. Wir erwarten bis Ostern kaum geänderte Ausbreitungsbedingungen, zumal die zwei nachrutschenden Sonnenflecken gegenwärtig unscheinbar friedlich aussehen. Das am Dienstag noch stürmische geomagnetische Feld wird sich am 17. März beruhigt haben, aber das koronale Loch Charlie Hotel 721 bleibt unberechenbar. Es gibt wahrscheinlich wieder einen Mix aus ruhigen und aktiven Perioden. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Grayline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.20 Uhr, in Ostaustralien um 20.19 Uhr, in Westaustralien um 22.17 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 23.10 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.50 Uhr,
auf Hawaii um 16.38 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 16.07 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 4.09 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien geht die Sonne auf um 14.18 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 9.53 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 5.17 Uhr auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23.04 Uhr, USA-Westküste 2.19 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.20 Uhr Weltzeit. Auf den Falklandinseln um 22.17 Uhr. Auf Hawaii um 4.41 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne unter um 4.04 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 16.22 Uhr. In Auckland in Neuseeland um 6.38 Uhr. Und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 17.13 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das waren die Meldungen des DRRC Deutschlandrundspruchs für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DRRC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DRRC. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@drrc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld. Dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom. En bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar PI3UTR.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.